Hallo, welkom bij een nieuwe Sims video. Ik hoop dat jullie mijn setting leuk vinden. En we gaan meteen naar San Michino. Er is iets met mijn mods gebeurd, waardoor dus eventjes geen haren geeft. Maar ik hoop dat ik dat straks kan oplossen. En dan gaan we zoeken naar een appartementje die ik kan betalen. Levende buren wil ik daar. Opknappertje. Kabouters, dat klinkt wel interessant, maar dat is wel groot voor alleen. Dan kan ik sowieso niet betalen. Opknappertje, gremlins, ik weet niet wat dat is, maar dat klinkt me niet goed en historisch. En mijn zeten ook niet echt. Roeischolen en babylijn. Op leilijn. Ja, we gaan daar. En Jasmine suite 2B. Goede scholen en vruchtbaar. Hopelijk krijg ik geen drilling. Ongemobileerd, want we willen natuurlijk vanaf beginnen. Wauw. Ik heb daar straks mijn Sims update, waardoor dan mijn gemodificeerde items een kleine aanpassing heb gekregen, maar ik hoop dat ze er nog zijn. En anders geef ik ze gewoon eventjes nieuw haar tijdens het creëren van mijn huis. Want in deze aflevering ga ik mijn huis maken. Ik ga wel eventjes de Sims teller zetten, anders stoort dat wel, denk ik. Oei, helemaal naakt. Ja, daar gaan we iets moeten aan doen. Oepsie. Kijk of ik zoveel mogelijk licht kan laten schijnen. Ik vind die indeling niet zo leuk, dus ik ga hem eventjes veranderen. Een appartementje mag wel een beetje ruim zijn. Hoe gaan we dat aanpassen? Moeilijk. Moeilijk. Eventjes de vloer weg, want het is echt een lelijke vloer. Ik ga er gewoon een goede op zetten. Maar zo van dat aan dat goud. Meestal doe ik dan heel mijn appartement hetzelfde. Vloer, behalve een badkamer. Daarvoor gaan we een tegeltje doen. En dit tegeltje vind ik wel leuk van wellnessleven. Ja, dat vind ik wel een mooi tegeltje. Of dit, oeh, dit is wel leuk.
deze, dat lengt ook normaal ik niet voor een volledige witte tegel. Wat kamer deur hier, andere deur hier. Dat zijn echt mijn favoriete deuren. Ik denk niet dat ik deze deur kan veranderen. Nee. We gaan meubels beginnen inzetten. Deuren of gewoon een koelkast. Zo'n middenformaatje. Dit vind ik wel leuk aanricht. De kleur vind ik al nog niet mis. Ik ga wel moeten proberen om die Slaanse accenten eruit te halen, dat iedereen mij snapt. Al kom je niet uit West-Vlaanderen. Brandalarm is zeer belangrijk in de Sims, net als inbraakalarm. Maar natuurlijk ga ik ook gewoon kijken voor wat ik gehaald heb op dit moment. Voilà, fancy totdat je mag gaan eerst een koopje doen. Dat leert ze ondertussen ook haar handigheidsskill. Deze douche. En natuurlijk een spiegel voor charisma. Hoe dat ook zijn gaan doen. Ik vind die spiegel echt zo leuk. Dit is zo'n lichtje. En deze mat vind ik wel leuk voor in de badkamer. Zwart. Slaapkamer. Dan gaan we nog kijken wat we over hebben voor de rest van het huis. Hadden haalt. Dit vind ik wel leuk. Of redelijk vrolijk. Allee. Meisje, meisje. Ja, we gaan hiervan. Gaan we voor een nachtkastje. Ja. Dan de woonkamer. Oei, ik weet hier nog een tafel bij. Van die retro stoeltjes. De print. Een lampje. Welke lamp vind ik het leukst voor de keuken? Deze. In de witte kleur. Voor de slaapkamer ben ik echt dol op dit volk. Voor de badkamer een simpele. En hier, afhankelijk van wat ik nog zet, ga ik dan zo in doen, denk ik. Allemaal afhankelijk van wat ik plaats. Ja.
Ze mag al aan yoga doen, dus ik ga hier een yogamat leggen. Of zo bij het raam. Is dat raar in de keuken? Hopelijk niet. Oeh, ik ben nog een vuilbak vergeten in de keuken. Oeps. Misschien nog een plantje op het aanrecht. Om de boel op te frissen. Hier mag er ook een plantje. Maar welk? Zo. Ik ga hier een bureauhoekje maken. Voorlopig ga ik gewoon voor een simpele bureau met een IKEA bureaustoel zoals ik zelf heb. Een niet te dure computer. Gitaar. Een schelder ezel. Nou, toch iemand creatief. Maar ook wel een beetje sportief, dus daar hebben we hier nog plaats voor. Ja. Een matje. Dat toch iets van een geheel maakt. Zie toch niet. Mat. Echt lelijk. Nee, voorlopig geen mat. Ook geen boekenkast, ook niets anders. Dus ik denk dat we ook een klein beetje geld gaan sparen. En nog een plantje in de hoek zetten. Geen plaats in de hoek. Het is wel een goed plantje. Een kleine plantjes mee. Zo'n gietertje. Dit bloemetje. Dit vind ik wel een leuk bloemetje. Als ik hier een plaats had, dan hier van de hoek om ze te zetten. Nu nog een klein plantje als ik iets heb. Een hele struik. Ja, een klein plantje aan het bureau. Heb ik nog iets nodig?
denk het niet, nee. Voorlopig vind ik dit wel leuk. Ja, goed, voor je neus is dat wel leuk. Ik ga wel zien of we nog iets erbij willen. Maar voorlopig is dit mijn appartement. Joepie. Eventjes opslaan. En dan gaan we afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder als je meer Sims video's wil zien. Ik wil me nog even excuseren dat deze Sims video net iets later online komt. Maar normaal komen ze elke zondag om 12 uur online. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende zondag. Doei!